Wow. Ik ga het gewoon proberen. Moet je kijken, het ligt allemaal water hier. Anders ga jij eerst. Oh, wat een liefde. We zijn de Yes, welkom bij een nieuwe video van de Pakketjes. Ja jongens, het is vandaag Valentijnsdag. Het is vandaag Valentijnsdag en eigenlijk hebben we niet heel veel geregeld. Ik niet voor Erm en jou ook helemaal niks voor Sarah. Maar dat gaan we dus nu doen. Vorige dates hebben jullie allemaal speciale dingen gedaan. Ja. Nu kan het allemaal niet om vanwege de corona dat alles dicht is. Dus we gaan we schaatsen. Dus dan kunnen we toch lekker schaatsen, want het is hartstikke mooi weer. Het is best koud buiten. Kijk, dat zal ik jullie laten zien. We hebben al standaard een flesje water. En dan wou ik een slokje water nemen. Kijk, maar doe eens even, doe maar aan. Nee, niet bij mij. Jawel, hij doet echt water in. Nee, er zit geen water in. Het is ijs. Nee, ook een beetje. Dat is ijs, doe even. Oh, een klein beetje. Kijk, maar voor de rest, zie je, het is een klein beetje koud. Nou! Het is helemaal bevroren, jongen. Het is toch gewoon een auto. En dan denk je, weet je wat, we pakken even een beetje handzeep. Want we hebben ook wat handzeep. Of nee, hoe noemen we dat? Crème, want voor de droge handen. Nou, pak even een beetje crème voor de droge handen, schat. Zo, spuit bij je gezicht. Oh. Het is gewoon helemaal bevroren. Echt? Nee, doe maar niet zo. Ik zit tegen het dak. Oké, dus het is allemaal lekker koud. Mooi weer om te gaan schaatsen. Superleuk. Ja. Maar we gaan eerst even wat anders doen en dat is? Cadeautje kopen. Cadeautje kopen. Voor zijn vriendinnetje natuurlijk. Ja. Daar zijn alle winkels dicht, dus we moeten iets bij de Jumbo gaan halen. Zak aardappelen of zo. Zak aardappelen? Hey, doe eens. Dat is echt wel origineel cadeau. Niemand doet dat. Hoe kom je daarbij? Oké, kunnen mensen abonneren in de tijd dat jij uitstapt en de deur dichtgooit, oké? Oké, de mensen gaan nu abonneren, heel snel, want Jesse die gaat bijna de deur gooien. Je moet nu abonneren, want de deur is bijna de deur. Oké, ik ben benieuwd of jullie is gelukt. Wij gaan even lekker een zak aardappels kopen. Voorstellen. Nu mag jullie abonneren voor de deur is open. En nou weer dicht. Oh, lekker origineel. Deze, nee. Te klein. Jezus, dat is toch niet origineel, man. Dat is wel origineel. De grootste ook. De grootste, wel. Normaal kopen ze een kleine. Zak aardappels is origineler. Niemand geeft zijn vriendin een zak aardappels als Valentijn. Maar een zak aardappels voor een kind. Wat er niet? Patatjes maken. Dat kan zijn. Yes, hè? Peppa weg. In de ruimte. Ja. Voor mijn vriendin. Ja. Nee. Voor het kind. Ja, dan moet ze even jou kopen. Oh. Jesse, schiet zo op. Okay. Kijk, Jesse gooit er gewoon op de grond neer, jongens. Zo ga je dan niet om met de spullen van je vriendinnetje? Wat is er gebeurd? Nee, het is gegooid met het ding. Nee, dat deed jij. We zijn weer thuis aangekomen. We moeten over 10 minuten moeten bij Sarah zijn. Ja. Sammetje is er ook, Pipje is er ook. Hi, wat zijn jullie aan doen? Ja. Oh ja, met de visjes. Je bent vloer aan eten. Ja, pepernoten. Ja. En het gaat ze voor Pip zoeken, want jullie gaan ook gezellig mee, toch? Ja! Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar wij gaan gewoon op de date van Jesse en Sarah gaan wij gewoon met het hele gezin gaan we mee. Ja. Super gezellig. Gaan we ze lekker terroriseren. Gaan we deze tijd. Dus ga jij als vervelende broertje de hele tijd zo hi? Ja, als we net als we heel kunnen doen, als dan hi! Ja, als ze bijna voor het eerst kusje willen geven, dan komt Sam. Hi! Abonneer op de Pakketjes. Lieve Sarah, het is vandaag Valentijnsdag, daarom dat ik jou dit geef. En ik hoop dat we een leuke dag hebben. Doei! Ja, lekker dat, subtiel, doei. Ja, dat oh yeah. Had ik vergeten. En dan liefst Jesse. Ja, liefst Jesse, kusje. En dat is het broertje van Sarah. Je werd een dikke iglo gemaakt hier, jongens. Kijk, hele kasteel. Echt? Nou, we zijn niet de enige die gaan schaatsen. Kijk al de kant op komen. Zo. Oh. Het is echt mega druk hier zo, jongen. Oké, jongens, we hebben een plek gevonden. Mike is er ook bij, het broertje van Sarah. Mike, wat heb je van ijs gekregen? Hij gaat gewoon een ijsje. Hij krijgt gewoon een ijsje van ons. Doe me niet moeilijk over. Nou, Sarah die staat daar zo gezellig samen op date met Jesse en met ons allemaal. Kijk eens. Gezellig met z'n allen. Noah die is met Pip bezig daar zo. Ik wil ook een bestuurbare auto voor jou. Ja, Jesse die ziet daar een bestuurbare auto voorbij rijden zojuist. Jesse gaat schansen. Oh, echt? Woe! Oh. En jij durft hier te rennen, daar lig je zelf op de grond. Het is een soort
Hé? Hey, mooi zitten. Een soort breakdance, maar dan op het ijs. Oké, ga eens kijken wie het langs komt. Een soort rodeo, rodeo daar. Wij gaan het heel lang volhouden, denk ik, Ramon. Ik heb verloren. Oké, de volgende, Sam de Bakker. Hoe lang gaat het volhouden? 100.000 uur. 1, 2, 2. Hou je toch vol, man? Oké, nou is Sarah aan de beurt. Ben ik klaar voor? Ja. Zo. Wow. Pip is inmiddels al heel ver weg. Ik ga even zo de Pip toe, hè. Pip! Pip! Kijk, wacht even. Daar zit Pip. Ja. Sarah is Pip gaan halen. Pip, wat maak je nou? Hey Pip! Oké, jongens en meisjes, Sarah en Jesse en Noah die zijn de hele andere kant op gegaan. Het leuke hier aan Beuningen is, je kan hier gewoon helemaal rondom gaan. Het water ligt hier echt overal. Dus je kan door heel Beuningen komen. Maar betekent dat ze een heel Beuningen kunnen zijn op dit moment. Kijk, is wel gezellig hier, jongens. Gewoon mystiek. We hebben hier helemaal geen kader voor nodig. Het lijkt net of we over de straten heen lopen. Ja. Kijk daarmee. Apart, hoor. Oh. Moeten we nou even deze brug... Ja, maar daar ligt allemaal water. Ik weet niet of dat... Gaan er meer grote mensen doen of niet? Ja, dan moeten we allemaal door, man. Je kan dat. Jij kan dat. Dan ga jij eerst. Even eerst is, want als jou lukt, dan wil je ook gaan. Ze noemen mij dik, jongens. Nee, dat is goed. Ik zal het onthouden. Oh, nee, maar kijk eens. Wacht even. Anders ga jij eerst. Nee, maar kijk, wacht even. Kijk, maar kijk eens, allemaal water daar, hè. Ik ga er allemaal door, ja. Tot zo, niet te veel naar de zijkant dan. Want je moet helemaal om, hè. Ja, maar... Ja, hier ligt gewoon water, hè. Ja. Hop. Ja, ik ben aan het kijken om mijn vriendin het overleven. En dat was... Goed, jongens, ik ga het gewoon proberen. Maar kijk, er ligt allemaal water hier. Kijk hier, dat is gewoon allemaal... Ja, kom op. Ja! Nou, daar komen ze aan, hoor. Echt? Wat is er? Waar kom je vandaan? Een heel rondje. Yes, we hebben een heel rondje. We hebben echt 4 kilometer geschaatst. Echt? Oké, nou Jesse komt er weer. Kijk hoe ver Sarah komt. Sarah, verder dan Jesse, hè? Ja. Hoe gaat hij dan? Oh! Je moet daarheen. Ja. Nee. Dat werkt toch niet, schat? Dat gaat nooit goed komen. Ja. 1, 2. Oh, dit wordt een eerste kusje. Oh, schans. Oh, Mike. Doe mij nou. Ja? Oké, ben ik klaar voor? Ja, aan de kant. Jesse. En weer mis ik het. Ga je nou elke keer van losse camera uit, dus ja. Ja! 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 Ja!
Oké, jongens en meisjes, op dit moment staat Noah is het verste weg. En daarna ik. Ja, zo gaan doen jij het nu het verste komt? Ja. Nieuw record? Oké, oh, niet stiekem al weggaan. Even ietsje terug. Ah, mijn handen zijn koud. Oh. Kan ie? Ja. Oh, wacht. Nee, oh. Nee, nee! Waarom ga je al weg? Ben je er klaar voor? 1, 2. Hop! Mike, ga je nieuw de kop? Oh, die vermaakt zich wel daar zo. Ah, oh, wat een liefde. Ben je er klaar voor? Ja. Kid dan. Ik zeg van duidelijk dat wat gebeurde er? Ja, de stoel is kapot. Kijk. Ah, oh, dat gaat je stoeltje. Doe eens, het lukt toch ook zo? Doe maar naar voren. Oké, jongens en meisjes, we zijn heel even naar huis toe gaan. Om dit te halen, stiekem een beetje op te warmen. Want ik heb helemaal niks met die sneeuw hier. Maar goed, we gaan nu even Sarah verrassen met een cadeautje. Lieve Sarah, het is vandaag Valentijndag. Daarom dat ik je dit aan je geef. En ik hoop dat we een leuke dag hebben. Ah. Blijft als ze lekker ongemakkelijk, jongens. Oh. Alsjeblieft. Ik heb ook nog iets voor jou. Oh, echt? Oh. Oh, nee. Wat? En voor mij? Niks. Nee. Niks. Nee, is goed, joh. Maakt niet uit. Nou, we zijn weer terug van het schaatsen. Lekker opgewarmd. Jesse. Eten. Ja, ze zijn een beetje druk hier aan eten gekomen. Noem je dit eten koken? Kijk, doe eens even openmaken. Dat heb ik zelf gemaakt. Hallo. Oh. Eén ding. Oh. Eén ding. Mama, jij hebt dit niet zelf gemaakt. Kijk, bij dit ding. Oh. Kijk, we maken het open. Kijk, bij dit ding. Dat is nooit bij jezelf gemaakt. Hun doen dat altijd bij restaurants. Ja, een restaurant. Ja, als je denkt, wat heet hier Mario Snor? Dat is van de warme chocolademelk. En kijk. Oh, wat heb je dan? Oh, jij krijgt niet. Jij mag droge rijst. Kijk, die eet droge rijst. Oké, jongens en meisjes, nou bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Tot de volgende keer. Doei!